Het is vandaag Wereldzeeschildpaddendag. Deze dag is speciaal in het leven geroepen om het belang van zeeschildpadden extra te belichten. Deze dieren hebben het dinosaurustijdperk overleefd en nesten reeds miljoenen jaren op stranden over de hele wereld. In Suriname komen jaarlijks honderden zeeschildpadden, voornamelijk de Krabbe en de Aitkanti, naar de stranden van Braamspunt en Galibi om er te leggen. Dit vormt een enorme trekpleister voor toeristen, studenten en onderzoekers. Volgens de jachtwet zijn zeeschildpadden totaal beschermd en is verhandelen van de eieren strafbaar. De dienst Slands Bosbeheer is reeds lang bezig met het beschermen van deze dieren. De dienst doet een beroep op de samenleving om ervoor te zorgen dat zeeschildpadden ook voor ons nageslacht bewaard mogen blijven.